Hey, ik ben Joris en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Racing News 365. Max Verstappen is op zoek naar sportieve revanche naar het debakel van vorig jaar tijdens de 2021 versie van de Grand Prix van Azerbeidzjan En Ferrari ja, die heeft de verwachtingen voor de titelstrijd die ze momenteel voeren met Red Bull een klein beetje getemperd. Nou, dat hoor je zo meteen, maar we gaan eerst naar het team van Williams, want die zijn door de FIA op de vingers getikt. Sinds vorig jaar hebben alle Formule 1 teams te maken met een budgetplafond. Daarom is er een heel nieuw financieel reglement opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Dat gaat niet alleen om de bedragen en wat er wel of niet onder het budgetplafond valt, maar ook over de documentatie en de controle van alle financiële zaken en cijfertjes. En het is een de FIA om alle teams uitvoerig te controleren en Williams is het eerste team dat nu op de vingers is getikt. Namelijk 31 maart afgelopen jaar moesten ze namelijk de jaarrapporten, inclusief financiële cijfers, opsturen naar de Mondiale Autosportbond van het jaar 2021 en Williams heeft dat dus niet op tijd gedaan. Williams heeft toegegeven dat ze zich niet aan de regels hebben gehouden, maar hebben wel ruim voor de deadline ook aangegeven dat ze niet de deadline gingen halen en ook de reden waarom. En daarom is er een soort van compromis gesloten en heeft de FIA eigenlijk ja, een deal gesloten met Williams. Het gaat om een zogeheten Accepted Breach Agreement. Volgens artikel 6.28 van het financiële reglementenboek mag dit als het gaat om een kleine financiële overtreding. Daarin stond dat Williams voor 1 juni alsnog alle cijfers op moest sturen naar de FIA. Daarnaast heeft het team een boet gekregen van 25.000 dollar en moesten ze alle kosten die ja, de FIA heeft gemaakt om deze zaak rond te maken betalen. Nou, inmiddels heeft Williams aan al deze verplichtingen voldaan en is de zaak daarmee nu ook afgedaan. En gisteren ging het in de video al heel even over Daniel Ricciardo die in een vormdip zit bij McLaren. McLaren CEO Zak Brown heeft al eerder aangegeven dat hij niet blij is met de resultaten van de Australiër. En Ricciardo zelf weet dat hij niet in een lekkere fase zit, maar hij is ervan overtuigd dat hij nog steeds inzicht heeft om voor aan het veld mee te rijden. En nu heeft ook McLaren teambaas Andreas Seidel laten weten nog steeds te geloven in de 32-jarige coureur. Ik denk dat alles gezegd is vanuit Daniels kant, Zeks kant en onze kant. Uiteindelijk moeten we samen hard blijven werken met maximale inzet die er van beide kanten is om de volgende laatste stap te maken. Daar gaat het om. De manier waarop we het als team samen met Daniel benaderen is gewoon gefocust blijven. Hard werken, sessie per sessie en race per race om de progressie waar te maken en het hem zo comfortabel mogelijk te maken in de auto en in hetgeen dat hij doet. En na meerdere tegenvallende Formule 1 seizoenen kan Ferrari eindelijk weer meedoen om overwinningen. En sterk nog, het team is met Red Bull verwikkeld in een titelstrijd, zowel bij de constructeurs als bij de coureurs. Maar Ferrari teambaas Mattia Binotto heeft dan een klein beetje de verwachtingen en de ambities van het team getemperd. Het is niet dat het team niet wil gaan voor de titel, maar dat is nu niet de prioriteit. Dat laat Binotto weten in een gesprek met BBC Sports. Ons doel is om competitief te zijn, niet om het kampioenschap te winnen. Het zou helemaal verkeerd zijn om dit nu te draaien naar. laten we het kampioenschap winnen, want we zijn zo competitief. De teambaas wil niet op de zaken vooruitlopen en hij denkt dat het misschien ook nu wat druk van het team weghaalt. En aan de andere kant vindt hij het zelf heel erg raar om doelen die voor het seizoen zijn gesteld nu in één keer te veranderen. ook al gaat het eigenlijk best wel goed met het team uit Italië. Het is veel belangrijker om ze te laten focussen op het verbeteringsproces. Dus elke race is een mogelijkheid om lessen te leren, om iets op te bouwen. Het is belangrijk om elke race gefocust te blijven. We kijken niet naar de stand. En wat vind jij van dit statement van Mathieu Binotto? Vind je het terecht? Moet je vasthouden aan de doelen en afspraken en ambities die je hebt gesteld aan het begin van het seizoen? Of mag je die ook halverwege, na nou, een derde zijn we nu van het seizoen, best wel bijstellen omdat het toch boven verwachting goed gaat? Laat jouw mening hier beneden weten in de comments. En de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021 is er eentje om snel te vergeten van Max Verstappen. Hij was eigenlijk zorgeloos op weg na de overwinning in de straten van Baku... ...totdat hij op het langrechterstuk een klabband kreeg, ja, de race moest staken en met nul punten naar huis ging. Nou, Max Verstappen heeft inmiddels vooruit geblikt op de race die komend weekend op de planning staat... ...en hij heeft heel veel zin om nu wel resultaten te behalen. Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Baku. We hebben hier nog iets goed te maken van vorig jaar. Het is een lastig circuit met grote remzones en weinig uitloopstroken. Het wordt lastig om de perfecte afstelling voor de auto te vinden, vooral bij de vleugel. Red Bull moet voornamelijk op de zaterdag verbeteren en van Verstappen is ook benieuwd of ze de RB18 kunnen verbeteren op één ronde tijdens de kwalificatie. Want daar komt de RB18 nu echt tekort. Het is voornamelijk nou, eigenlijk alleen Ferrari die oppermachtig is tijdens de kwalificatie op zaterdag, terwijl op zondag tijdens de race dan Ferrari en Red Bull nagenoeg weer gelijk zijn. En na de vorige race, de Grand Prix van Monaco, werd ook bekend gemaakt dat Sergio Perez tot en met het einde van 2024 bij de Oostenrijkse rennstal blijft. Nou, dat betekent iets meer continuïteit en Max Verstappen is ook tevreden met de keuze van Red Bull om het contract met Sergio Perez van minimaal twee seizoenen te verlengen. Het is geweldig dat Checo een contractverlenging heeft gekregen bij je team en het is fijn om wat continuïteit te hebben. Ook kan ik erg goed met hem opschieten. En dat was hem weer de nieuws update van Racing News 365. Vergeet je niet op dit kanaal te abonneren als je ook komend weekend op de hoogte wilt blijven van alle trainingen, kwalificaties en de race. Want onze reporter Aaron Dekkers is momenteel onderweg vanuit Milaan naar Baku om verslag te doen op onze website en ook op de YouTube-kanaal. Dus als je dat niet wilt missen, vergeet je dan niet te abonneren. Dan bedank ik je voor het kijken en hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video van Racing News 365.